Je sprak net met Mustafa, je zaakwaarnemer, want dat ging inderdaad over... Ja, je krijgt nergens een basisplaats gegarandeerd. Klopt. Maar wat krijg je hier dan wel? Ik krijg hier de kans om mij verder te ontwikkelen. Dat is voor mij wel goed. En ontwikkelen bedoelen ze ook mee, want je hebt de nummer 10 positie. Maar of dat een beetje links, een beetje rechts is, mag jij zelf gaan leren invullen? Ja, het is natuurlijk dat ik in het begin gewoon vanuit de 10 speel. En als er een keer geswitcht wordt, dan moet dat geregeld zijn met je medespelers. En als dat niet zo is, dan ben je gewoon verantwoordelijk voor de nummer 10 positie. Nou, is dat waar je met bijvoorbeeld Alfred Schreuder nu van Twente over spreekt? Over dit soort tactische zaken? Dat is, vind jij belangrijk waarom jij dan naar Twente gaat? Dat vind ik belangrijk, ja. Je kunt toch ook voor geld kiezen? Of de Kuip? Nee, daar hoef ik niet voor te kiezen. Ik wil gewoon dat ik... dat ik gewoon mij verder kan ontwikkelen en voor de rest speelt geld geen rol. Je had ook een gesprek met Fred Rutte. Leuke man. Ja, een aardige man, ja. Kun je dan toch aangeven voor iedereen, waar kies je nou precies voor? Waarom niet Kuip, maar wel hier Diekman? Ja, ik ben sowieso niet gegarandeerd van een basisplaats, dat hier ook niet. Maar ik had bij deze trainer meer het gevoel dat hij me het vertrouwen geeft. En bij Fred had ik dat niet. En de beslissing dan om bij Twente te komen is vooral ingegeven in vertrouwen. Ja. En kun je dan ons proberen aan te geven waar bestaat dat vertrouwen uit? Het is natuurlijk voor een speler belangrijk hoe een trainer met je omgaat. En, bij Alfred had ik gelijk het gevoel van dit past precies in mijn plaatje. En die gevoel had ik niet bij Fred Rutte. En dat plaatje is dat je mag spelen met je nummer 10 positie. Ja. En dat je niet naar de zijkant hoeft zoals Tadic. Maar dat je een beetje mag zelf invullen hoe je die teampositie kan invullen. Dat klopt. En Fred Rutte, die had daar een iets andere mening over. Precies. We gaan het allemaal zien. We gaan het zien. Ik ben ontzettend nieuwsgierig. Ik ook. Ja, geniet ervan. Dankjewel. Hakim, dankjewel. Hij komt hier zo uit.